Dag beste kikkers, wie bent er al eens eerder geweest? Maar nu weer eens weten, nou al die jongen dat we niet bij hem geweest zijn, hoe hij de gemeente Ollebroek ziet. Is er veel veranderd of niet veel veranderd? Je praat natuurlijk met de oude wethouder in het verleden, Gert-Jan Koelen. Gert-Jan, ja, we hebben er al heel vaak over gehad, we hebben al eerder gepraat over uw verleden tijd. Ja. Zo nog in deze tijd bij wethouder wel mee? Het is altijd zo, om eerlijk te zijn, kon ik het maar. Ik heb dat werk vroeger, totaal 20 jaar, daar heb je het al over gehad, maar 20 jaar in een bestuur waarvan 3 keer wethouder. Ja. Ik heb 8 jaar openbare werking gehad, met veel plezier. Veel kon bereiken, ik kende in Arnhem de boel goed, met een aantal extra woningen altijd. Ik was goed op de hoogte daar zo. Tot 8 jaar later, dat wil zeggen, wij 1 wethouder en CDA de 2 gekregen heeft. Ja. Nou ja, toen is er natuurlijk wat veranderd, want ik wil CDA ook mijn portefeuille. En daar heb ik ook toegestaan. En toen heb ik jeugd, sport, recreatie, milieu en onderwijs. En ja, de sport, dat lag me wel. Maar dus, ik kon niet, was het maar waar, maar ik moest op medisch advies, want ik had een zware operatie gehad, moest ik stoppen. Ja. En na die tijd, een paar jaar geleden, weer een operatie gehad, vorig jaar. Er staat ook natuurlijk tegenover, de leeftijd telt mee, ik ben 81. Maar ja, dan moet ik er weer achteraan zeggen, ik kijk naar mijn vader, 15 dagen na 100, mijn moeder op 5 dagen na 92. Ja. Dus dan moet ik nog ruim 18 jaar. Ik weet ook heel goed dat het niet zo werkt. Weet je wel. Nee. Maar wij komen met een zeer, zeer sterk geslag. Ja, je bent ook een man die eigenlijk altijd wel iets kan zeggen en iets wil zeggen over het verloop van mensenleven binnen de gemeente. Het zij dus het structuur, verandering. Want er is veel veranderd. Er is zeker veel veranderd. Ook als je kijkt naar de raad. Ik bedoel maar, als je ziet hoe die nu samengesteld is en vroeger, dat wil zeggen. Maar de inwoners, die doen, weet ik wel, die brengen hun stem uit. Ja. En het is nu inderdaad zo dat er 2 nog van de Partij van Arbeid in zitten. Ja. En vroeger heb ik meegemaakt 3, later 4 en toen zijn we op 5 gekomen. Kijk, als je daar nu naar kijkt, ik bedoel maar, ik vind het natuurlijk heel jammer. Want wij hebben toen in die tijd niet dat wij dat met ons 5 konden doen. Maar ik mocht dat werk graag en als u dat ligt, dan kun je wat bereiken. Ja. En ja, nu, u zit met veel vreemder, ik vind dat jammer. Kijk, je kunt ook wel inpotter hier wezen en die woont hier, dan is het nog wat anders. Ja. Als hij, dat bedoel ik ermee te zeggen. Ja, in Geenemuiden, nou de andere uit Utrecht, die, want hij is hier komen wonen, dus die heeft een woning gekocht. En dan de andere die komt met Woudenberg in. Ja, ja. Ja. En niet om die wethouders, nee. Maar het vreemde persoonlijk. Ja. Wil ik u daar ook vragen, omdat wethouder gemeente Ollebroek, die waren geboren en getogen gemeente Ollebroek. Ja. Is het nu zoveel procent eigenlijk maar een heel klein beetje nog wat meedoet in de gemeenteraad? Ja, je hebt ook veel raadsleden die je nu woont, leraar bent of wat dan ook, ik bedoel, maar die in de raad zitten. Daar krijg je veel meer. En wat ik erg jammer vind, zij bedoelen het altijd wel goed, maar als je de columns altijd lezen, oh prachtig hè. Maar juist, als je dan weer ziet, als je een wethouder hebt, die woont in Geenemuiden, die stopt er dan straks weer mee. Ze staan wel in onze gemeentegids, het boekje, maar de telefoonnummers laten ze nog weg waar ze wonen. Wel dat hij in Geenemuiden woont en die andere dan, weet je wel, het adres. Niet bereikbaar. Maar nee, ze willen s'avonds schijnbaar niet gebeld worden. Nee. Kijk, en zulke dingen, dat valt mij natuurlijk wel op. Dan denk ik, ja kijk, als hier dat zou gebeuren met iemand van de Partij van Arbeid, dat die gekozen zou worden buiten de gemeente om, en ik zou dat zien. Ja, dan was het de eerste vergadering. Ik ga er nooit meer naartoe, want ik kan het niet meer. Wat vind je nou van uw eigen partij, Partij van Arbeid, hoe die ontwikkeld is, die jongen? Ja. Vind je een daling binnen Partij van Arbeid? Natuurlijk een daling uit van 5 naar 4 en van 4 later, om te zeggen. Ja, hoe komt dat? Heeft dat te maken met de kwaliteiten binnen de partij? Of? Ja, kijk, ik ben er natuurlijk, wat ik straks vertelde, weer wel door de SGP eigenlijk ingekomen. Daar kom ik gewoon op neer. En anders had je het doel nooit bereikt? Anders was het doel nooit bereikt of? Nee. Partij van Arbeid? Nou ja, nee, misschien wij, omdat we toen ook op 5 kwamen. Ja. Maar dat geeft natuurlijk ook een bepaalde doorslag dat ze wisten dat ik goede contacten had
op provinciehuis, zelfs in de Tweede Kamer ging ik naartoe. Ja. Als Koelen niet in alle broek gezeten heeft, Koelen die wil je niet zitten op te schrijven, maar dan zou ik het niet doen. Nee, 100% maar zeker, ja, dan hadden wij Oosterwolde absoluut kwijt geweest. Dus zeker het bestaansrecht, je moet niet in mensen hebben, maar die mensen die hier nu inkomen, als ze zoiets praat zo vinden, die zien dat toch niet. Dat verwacht ik niet, die kennen toch ons niet. Maar Partij van de Arbeid, zoals ik hoor heren, dan heeft hij toch een flinke daling gemaakt. Nou ja. Daar heb je net niet de kwaliteiten voor. Dat ligt er natuurlijk niet aan. Het zal spannend worden ook weer met die gemeenteraadsverkiezingen. Ja, natuurlijk. Door hem heb ik me nog één keer, de vorig jaar niet, voor 4 jaar, maar ik heb me nu nog één keer als lijstduwer, heeft ze mij gevraagd. Nou, ik heb gezegd, nou doe ze nog maar een keer. Hendrie van Beek zit er nog bij, ook voorzitter WRC. Ja. Wat vind je ervan? Akkoord? Of heb je een mening? Nou ja, kijk, iedereen kan een mening hebben. Ja. Maar ja, als je dan weer naar Hendrie van Beek kijkt, dan zeg ik zo, kijk eens, hij heeft jaren door bewezen aan de top. Ik heb net vorige week eerst toevallig in de krant gelezen, ik ben op die vergadering niet, ja, mijn zoons gaan er wees naartoe, dan hoor ik nog wel iets wat, en het blad van Wezen, toen ligt het wel. Ja. Maar in ieder geval, hij is nu weg, en dan heb je een gedeelte die zegt, ja, dat is die voorzitter zijn schuld. Dan zit ik zo in elkaar, maar daar is het in mij ook al wel zeggen, hoor. Ik zeg, ja. Nou maar eens goed naar mijn luisteren. Ja. Ik zeg, nu vertel je, nee, tegen die mensen. Ik zeg, nu vertel je me dat, hè. Ik zeg, en ik heb er niks op tegen. Ik zeg, maar nu wil je één ding vertellen. Ik ben lid, zeg maar, en ik ben geen lid. Ik zeg, maar als je nu lid bent, en je gaat de handen naar die vergadering. Ik zeg, dan krijg je ja vergadering. Ja. Ja. Ik zeg, nou, dan zegt die voorzitter, die leidt die vergadering. Ik zeg, en die voorzitter, die zegt dan, dames en heren, welkom. Ik hoop dat vanavond een prettige vergadering wordt. Weet je, vooral voor de WRC, wij hebben dat nodig. En mag ik het woord geven aan onze secretaris? Zet de secretaris die leest zijn verslag voor. Zet, na die tijd vraagt de voorzitter: zijn er nog iemand die daar op een aanmerking op heeft? Ja. Ik zeg, en dat is bijna nooit, dat is het net. Ik zeg het dus bij deze. Kan de voorzitter alleen zeggen, secretaris, bij deze bedankt voor uw werkzaamheden. Ja. Nou, ik zeg, dan komen we het belangrijkste in dit geval dan voor WRC, zoals ik het bekijk. De penningmeester, mag ik die het woord geven? Ja. Nou, de penningmeester die leest een verhaal voor. Ja, ja. De cijfers. Dat was het, penningmeester? Ja. Nou, dan geef ik eerst voor dat ik u bedank, zeg maar, het woord aan de kascontrole. Nou, de kascontrole die brengt een verslag uit. Zegt dat, maar kan niet anders, dat moet goed geweest zijn. Ja. Dan zegt zijn voorzitter tegen de penningmeester, nou bedankt dan. En hebben de leden nog op aanmerking? Ja. Zegt, dan komt er geen vragen. Nee. Ik zeg, dus dat kun je nu toch nooit zeggen van een voorzitter die doet dat. Zegt die voorzitter, die kan ook zeggen, ik zeg dat weet ik zeker. Ik zeg, die heeft goede contact met de KNVB en met meerdere dingen. Ja, absoluut. Ik zeg dat even, ik zeg het dus, nu kunt ze niet zo in één keer. Ik zeg, nu bent er maar veel mensen. Nou, en toen is Thijs van der Brink gekomen, raadslid. Ja. Ja, nou, die heeft er ook een poosje geweest. Eerst was dit en dat, maar nu hoor je natuurlijk ook, financieel zitten ze in een probleem. Maar ook in die tijd van der Brink zijn wat voetballers duur aangekocht. Ja. En als ze mij verteld hebben, zei een zoon die heeft ook een contract. Dat wil zeggen, ik vertel wat ik hoor. En er zal echt wel wat waarheid in zitten, want ze zegt wel eens teleur, nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Juist, inderdaad. Maar dat, en kijk, en zo loopt dat. Als je nu zegt, ben je er blij mee? Dan zeg ik, ja, God, van mij mag het. Ja. De leden hebben dat gekozen. Ik ben ook niet naar die ledenvergadering gegaan. Nee, nee. Al jaren niet. Nee. Nee. Dus maar Partij van Arbeid met Van Beek als lijsttrekker, vind je een goed idee? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Kijk, toen ik de lijst zag later, en toen dacht ik nog, hé, weet je wel, de vergadering. Ik dacht, Van Beek direct lijsttrekker, weet je wel. Ja. Want Marjenne verstopt hem met, laat ik dat ook klopt. Even bij zeggen. Ja, en, klopt. Dat is wel een goed raadslid, want Jennifer weet wel waar het over heeft. 4 jaar de karren trekken, wel wat rustiger aan doen. Ja. Dat is wel jammer, hè? Het is wel jammer, maar dan hij dokter ook, en ik neem hier altijd nog kwalijk, dat ze alle twee toen in die tijd, anderhalf, 2 jaar geleden, gestemd hebben, meegestemd hebben, dat de hulpsecretarie dicht gaat.
Want dat hulpsecretarie, dat kost maar 40.000 in het jaar. Ja. Dus wat kost het straks? En nu gaan ze de gemeente even bouwen voor je dat weer uit hebt. En dan zitten wij hier op een afstand in Oldebroek vanaf, belde zeg maar 12 kilometer naar de gemeente. Ja. Dan heb je straks zeg maar, nou ja, in april, mei, dat ze gesloten wordt. Het buurtbusje loopt 12 keer door onze gemeente, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, maar Oldebroek, ja. Noem maar op, Wezep, het Harde, Klo, Oosterwolde, Elburg. De hele route. De hele route. Wij wonen altijd al, maar dat steekt men altijd nog, dat zoiets gebeurt. En dan wordt er gezegd, ja, maar er is een zaak die ligt zuiver bij, bij de aansluitingen van de stations. Ja, ja. Ja. Ja, dat is allemaal wel leuk, maar als je dan 12 keer rijdt. Ik heb twee keer, moet ik ook eerlijke taal doen, twee keer vorig jaar met de fiets, een elektrische fiets had ik toegekocht, ben ik bij het station gestaan. Het was mooi weer. Hé, ja, daar kwam mijn busje aan. Ja. Stam toevallig nog niemand uit. Ja, de chauffeur zat erin. Ja. Het busje vertrok. God, hoe zie ik zo'n busje aankomen vanaf de Wezepberg. Ja, wat nu dan? Maar toen zag ik al wel een busje van eerder. Die klap, ging naar de Wendel of zo overal. Ja, dat wist ik niet, maar in ieder geval die stop. En wat dacht hij? Ja, daar stond er een uit. Dus ja, niet voor niks gereden. Weer wat 14 dagen na die tijd, zeg maar 14 dagen, maar wat niet uit. Dat wil er een keer lang fietsen. Ja, zo zit ik in elkaar. Dacht die boom als die naar beneden hoort, dat er wel zo'n trein komt. Het zal wel toeval zijn, maar ik ga er niet om liegen, ik zal er weer niks in. Nee. Dan zeg ik. Raad, bestuur, raadsleden, wees zo eerlijk, als jullie nu zeggen, in Oldebroek, Attemerbroek, gaan wij nu, of is het dan ook maar vier keer, dat de mensen hier vandaan met een busje in Oldebroek, ik weet zeker dat hier in Attemerbroek mensen wonen die nog nooit op gemeente zijn geweest, die niet eens weten waar staat. Nee, nee, nee. Absoluut. Nee, dat klopt. Dat is zo, en dat is wel jammer, en daarom zeg ik, als je een raadslid bent en je praat altijd en je stelt in een column van eerlijk en recht. Doe dan recht, want wij worden er zo bij. Ja, is het raar dat ik zeg dat Hattemerbroek een industriedorp giet won? Nee, dat is niet raar dat je dat zegt. Kijk, want daar heb ik hier, daardoor ik natuurlijk ook wel eens, je hebt hier dat industrieterrein. En dat is zo groot van opzet. Ja. Hè? En, nou ja. Kijk, in het begin hadden ze een besluit genomen bij de gemeente, alleen maar de gemeente. Ja. Ja. Laten dat wordt snel anders, hè? Nou, wordt snel anders. Maar als je zo'n industrieterrein aanlegt en je durft te zeggen alleen mensen uit de gemeente, ja, dan weten wij, daar kan het misschien wel plaatsvinden, maar dan ben je 20 jaar verder voor je de laatste vol hebt. Dus dat is veel te groot in opzet in zoverre voor dat. Ja. Ik had een man aan de deur, een heel mooi, heel gezond bedrijf uit Kampen, die ook een aantal mensen uit onze gemeente aan het werk heeft. Die wou daar graag bouwen. Wou graag een stuk grond kopen. Ik zei, jongen, ik zit er niet meer in. Ik zei, maar ik zal die vragen. Nou, ik ben naar de gemeente geweest. Enk Wissing, ik weet niet of je die kent, die woont in Botrang. Nou, ja. Die was toen van de afdeling Sociale Zaken beneden en die ging daarover. Die moest dan naar de bedrijven kringen, weet je waar ze wat aan, en bij hem komen, met mensen met grond kopen, met verkopen, of wat dan ook. Ik ben naar Eindhoven gegaan, ik zei, ik leg er iets zo en zo. Ja, nee, hij zei, dat kan niet. Ik wil nog iets vragen, hij zegt, maar ze moeten hier wegkomen. Ik zei, jongen, er komen ook nog andere tuinen. Ik zei, als ik hier naar Oldebroek rijd, ik zei, wat dacht ik, wat koel ik dan denk? Ik zou het niet weten. Ik zei, dan denk ik, wat kost ons dat voor rente? Als ik hier steeds langs rijd, het ligt er maar. En je kunt aan de bouwerskring ook nog. Ja. En toen is er nog aan mij gevraagd, maar hoeveel grond wou die meneer hebben? Weer een ander. Ik zei, dat heb ik niet gevraagd. Ik zei, maar dat wil ik hem wel vragen als je het weten wilt. Toen heb ik daar nog gevraagd. Ik zei, luister eens, je hebt me daar en daar hoeveel meter grond hij door een weldmaal bomen. Hij zei, koele. Zeg maar tegen de gemeente, laat ze maar zeggen hoeveel ik kan krijgen. Dat was het antwoord. Ja, ja. Dan kunnen we zeggen, ja, er is niks aan, maar het was een heel groot, gezond bedrijf. Ja. En een prachtig, schoon bedrijf. Dus kijk, en dan zei ik ook in Wissing, want ik weet het, laat ze de boel maar nakijken. Ik kwam geloof ik een keer bij hem en toen stond er 40 man op.
drie kwart jaar later, zeg maar dat de 344. Ik zeg, Henk, maar waarom verkoop je dat dan niet? Nou weet ik wel, die man die kan daar niks aan doen. BMW die moet natuurlijk ook opdracht geven. Ja, ja. Ja, dat is een eerlijke maar is die kostprijs niet te hoog aan grond? Ah, in het begin niet. In het begin niet. Nee. Maar je kunt er wel aan zien komen, het wordt nu steeds groter, maar ja. Ja, het kost ook meer voor de gemeente, het kost kapitaal. Krijg je nog aanleg, nieuwe oprit, als je dat allemaal zo leest? Als je dat zo leest, ja, ik bedoel maar, nou ja. Dat is toch onbetaalbaar, eigenlijk. Ja. Want en je moet er maar vlakbij komen. Want dan wil ik nog even zeggen, wat nog erg blij is voor die buurtschap, ja. Dokter, daar heb ik ook eens woorden mee uit, de raadslid, ja. Maar hij heeft wel voor elkaar gekregen, ja. Want het plan was dat ze daar ook, net als hier in Adamabroek, die slikgang stond. Ja, klopt. Maar gelukkig heeft hij dat, zeg maar, met waterschap of hoe of wat, mooi voor elkaar gekregen. Ja. En laten al die mensen daar dankbaar voor wezen, ook als je daar een bedrijf hebt, maar nu is Fika die is aan de gang, die wil daar geloof ik naast die kolkboom. Als je daar nu daar woont, en die hebben een garagebedrijf, en ze storten net zoveel als hier aan de Middeldijk, dan was dat de hele dag natuurlijk, hé, die auto aan de kant. Ik noem maar een voorbeeld, ja, hè? Ja, dat ja, zie ja, ik zo voor me. Ja. En nu is er nog nooit wat verkocht. En toen zei ik nog wel eens bij de gemeente, ik zeg maar, waarom verkoop je dan niet? Ja, ja, jij denkt er zo makkelijk over, maar je moet natuurlijk niet vergeten, ik zeg, wat vergeten? Dat moet ook allemaal een beetje bij elkaar passen. Ik zeg, op een industrie, ik zeg, dan moet ik één ding zeggen. Ik zeg, hij moet een betonmorrelcentrale zo krijgen. Als die wonen op plaats, en ik zeg, dus wat ik niet meer gedacht. Ik zeg, maar dat is logisch, hij zegt, helemaal aan de buitenkant. Ja. Ik noem maar wat. Ja. Ik zeg, maar anders, ik zal niet weten wat niet kan en wat wel kan. Ja. Ik zeg, en waarom zoek je dat nu? Waarom schrijf je dat dan niet op? Maar, ben je een man van zonne-energie of windmolens? Nou ja, kijk, ik zou zeggen, allebei. Als er niet anders kan en die munnen elektriciteit hebben de mensen, ik zal daar niet tegenwerken. Er is ook een orige discussie over, hè? Ja, wat van visie heb je daarover? Wat van visie heb je daarover? Zeg je van, ach, zet die munnen, meneer, geen probleem? Nou ja, geen probleem, dat weet hij natuurlijk nooit. Er kan altijd wat wij, maar dat kun je nu zien met aardgas dan uit de grond in Groningen. Ja, ja. Door een voorbeeld. Ja. Ze kunt wel ergens op rekenen, maar nooit zo in dit formaat wat ze doen. Alleen nu 3, 4. Hoe zie je de toekomst van Oldebroek, gemeente Oldebroek? Ja. Verbetering? Ik heb ook al wel eens gelezen, dat is allemaal wel wat. Dan zeggen ze, ja, en er is een gemeentehuis in de raad, is daar ook bij soorten loops aan het praat geweest. En de kranten hebben erover geschreven. Ja. Dat ze misschien aan Oldebroek eenmaal van de kaart zou krijgen, een gedeelte naar Elburg. Mm. En een gedeelte naar Hattem. Ja. Weet je wel? Ja. Daar is er wel iets over gesproken. Ja. En aan de ene kant, dan zei je, ja, het zou jammer zijn, maar aan de andere kant, waar ik dan nu straks voor ons hadden met broekers opzeg van die busjes en zo, ja. Dat hier helemaal niks kan en dat het gruwelijk lang duurt, want jaren geleden, ik heb hier weer stukken bij liggen, daar staat op, wanneer als ze daar begonnen bij dat plannetje, daar af de cafetaria van Zwiertje, naar ja, ja, ja. Daar zou een bejaardenwoning, stadswoning komen. Ik kan toen weer 2, 3 keer bewijzen dat allemaal zwart op wit staat. Ja. Maar wat gebeurt er nu? Zo in één keer, nu willen ze die statuswoning bouwen aan die kant op dat land van Borst. Normaal zou je zeggen, geen probleem. Wat gebeurt er aan diezelfde oude weg, 40 meter afstand zeg maar, die er dichtbij komt, daar zit een blok. En er is ook niks meer. Nee, maar blok is een agrariër. Ja. Die heeft voor 2 jaar, nee, denk ik 4 jaar geleden, een vergunning gekregen om daar een rode veeskuur te zetten, ja. Kalver. Nu heeft hij de vergunning even binnen of ik krijg weer een vergunning. Ja. Dan zit er iets verder naast Van Werven, daar woont kalvermester Van Gelder. Ja. Een zoon van die Van Gelder. Ja, van Gelder van Jan Willem. Ja. Jan Willem van Gelder. Nou, wie heeft die Van Gelder daar uitgekocht met die kalver aan de Zuiderzeestraatweg, die is daar toen ingegaan. Ja. Als ik het goed heb, weet ik niet, maar ik meen dat ongeveer 1080 mestkalver is. Ja, klopt. Goed, daar heeft die man. Maar wat is er nu gebeurd? Nog niet zo lang geleden, onbegrijpelijk voor mij. En vooral voor de artsen met broeken straks. Nu hebben ze die, zoals dat vroeger dan eten, weet je wel, een stankring. Zover moet je eruit. Die is nu weg. De stankring, ik heb papieren ervan hier in huis, ja, hoor. Tekeningen en alles. Is ja, ja. Ik had hem wel laten zien kunnen.
die loopt nog een stukje nu over de Zuiderzeestraat weg. Ja. En nu gaan ze in dat gebiedje daar van Bos wat ze gekocht hebben, stadswoningbouw. En nu gaan ze hier, wat altijd gezegd en beloofd is, tussen de Merelstraat en de Anestensweg, daar zouden stadswoningen komen. En nu worden er 4 keer 2 dubbele woningen. Particulier wordt hier dan verkocht. En 2 grotere woningen. Weer, maar allemaal particulier, zeg maar. Ja, ja. Dus die belofte, daar maak ik me kwaad om, want dan kunnen we zeggen, koeler dat was. Nee, dat was me niet overkomen. Als ik ruimte ordening had, beloof is beloof. En ik heb altijd gevochten voor, als het mogelijk was, op het loon wat te doen. Ja. En vooral Oosterwolde niet vergeten, maar als koeler niet in Oldebroek, dan waren we in Oosterwolde kwijt geweest. En hoe weet ik wat, dan zeggen ze allemaal, die lachen daarom, en nou laten ze maar lachen, maar ik vertel wel de waarheid. Ja. En ik hoop dat die mensen dat iets waardeert, dat ze zeggen, hadden mijn broek, er wonen ook mensen die hebben net zoveel recht ja. als iedereen. Ja. Je kunt die mensen niet verwachten straks dat ze door 10 en 12 kilometer daar naar Oldebroek moeten fietsen. Nee, hè? Nee, dat vind ik gewoon. Ja. En ook nog, ja, weer 3 loketten, moet je eerst nog een afspraak maken. Ja, gaat goed, ze gaan de goede kant op. Ja, zo denk Jan, ik er niet. Baby Jan Heerle ziet mooi lekker weer onderweg. Ja. We zingen net al, en die zingen zelf al. Ja, gemeente Oldebroek kan in de toekomst best bij Elleberg komen. En dan hadden mijn broek bij Hattenburg kiezen dan voor. Wat ik dan voor kiezen? Ja, waar blijf je dan wonen? Ga je toch weer terug naar gemeente Oldebroek? Wat blijf je wonen in de gemeente? Nee, natuurlijk niet. Dan maar bij Hattema. Ja. Ja, zeker. Dat is voor natuurlijk, ik denk ook wel voor de meeste Hattenburgers. Ja. Ik had, nou, 3 jaar geleden bel ik naar gemeentehuis. Want er wordt gevraagd. Kijk, want hier staat nog zo'n dingetje. Inzet burger gevraagd bij onderhoud van het dorp. Nou, allemaal van die stukjes. Ik heb respect voor, als je dat vraagt. Dus ik dacht, laat ik ook eens iets proberen te doen. Ik heb mijn jongste broer, een goede lasser durf ik wel te zeggen. Woon ook in Hardenbroek. En die is ook thuis. Ik zei, Rijer, wil je mijn... Ik heb nog wat stijgerpiepen op de kop kunnen tikken. Wil je me niet aanlassen, dan maken we dat pas. En dan maken we door een mooie fietsstalling. Ja. Op die tekeningen die door liggen. Hier. Ja, ja. Dat ligt door zo. En dan gaan die kinderen, die rijden hier in één keer zo de weg op, weet je wel. Ja, die mevrouw die er tegenover woont, dat was een avond in het dorpshuis. En die heeft toen gevraagd om hier een sluisje in te maken. Nou, dat is eerst gedaan alleen met 2 paties en een latje. En dat is teruggetrokken, maar nu staat hij een goeie, weet je wel. Een hele goeie. En dan moeten ze even zo. Goed, toen wou ik hier, nu staat daar allemaal groen tot hier aan toe, ja. Dat is verder. Ja. Hier wil ik een fietsstalling maken. Voor zeg maar de kleintjes en een slagroder. Ja. Van partijen. In de beton gestart. Ik schat. Nou, 4, 5 maanden later, laat mij bellen. Ik bel. Het was even stil. Hij zegt, ja, maar dat mag niet. Dus ik had achterop, dan kun je me nou, dan ben je toch wel teleurgesteld. Hè? Ja, ja. En zo'n ding was echt nooit weer afgegaan. Nee. Dat weet hij ook. Ja. Wanneer je die stijgerpiepen hebt. Mijn broer die zegt nog, dan moeten we zien dat wij zo'n apparaat krijgen. Hij zegt, die zijn er. Dat we aan de voorkant zeggen, een mooie, weet je wel, een bocht gaan trekken. Ja. Zeg maar een mooie krul. Ja. Aan de beide kanten. Ik zeg, nou, ik zou niet weten wie zo'n ding is. Hij zegt, oh, die bent er wel. Hij zegt, maar dat kijken we wel. Maar ik had de jaar erop gegooid. Ja, ik zou koeler niet wezen. 14 dagen na die tijd. Ik zeg, Timmy zelf, ik ben naar de gemeente, want ik wil eens weten wat de reden bent. Ja. Je hebt toch recht op en iedereen. Tuurlijk. Want ik ben bang, dat is mij nu overkomen, ja. Dat er meerdere mensen overkomen. Want toen heb ik gebeld en ik zeg, ja, jongen, ik zeg, ja, mijn koel uit mijn broek. Ik zeg, vorige keer was misschien wel niet zo netje van mij toen je zegt dat het niet mag, het jaak er zo overgooid. Ik zeg, maar ik wil er s'nachts ook niet van wakker liggen, waar is er de reden van? Ja. Nou, even gewacht. Ja, dan wisten ze niet later hoe het zat met het onderhoud. Nou, toen heb ik hem aan weer opgelegd. Ja. Dan maak je iets wat nooit weer vergeet. Nee. Als ze zegt, koele, wil je even een schetsje indienen, hoe je het door neer wil zetten, of dat iemand zegt die daarover gaat, weet je wel, ja. Zeg dan nog maar niet dat jongman gaat wel over Hardenbroek, maar dat er iemand van gemeentewerking stuurt, die ook over die andere apparatuur. En dat hij hier een man belt, die zegt, koele, loop even mee, want hoe wil je dat doen? En
waar wil je dat neerzetten? Ja. Dan zal ik tegen hem zeggen, ik loop er wel echt met. Maar dan zou ik hem als eerste zeggen, nou wat dacht je? Ik heb mijn gedachten er wel over. Ik wil het toch wel eens zeggen, weet je wel? Nooit iemand wordt. 2 jaar geleden. Er zal nog een ding op doen. Nee, maar zijn dingen die gebeuren. Hè? Ja. Het is niet anders. Heel goed. Gert-Jan, bedankt voor het gesprek, jongen. Want we kunnen hier de hele dag wat praten. Hè? Ja, het is maar dat was weer hartstikke leuk. Je hebt als oud-wethouder, want ja, Gert, je bent oud-wethouder. Ja. Hij heeft toch een visie gegeven. Ja. En ja, wat dat betreft.